Nou, ik ga oefenspringen met Bel en Steve gaat me vandaag helpen, omdat dit mijn allereerste keer is. Dus je gaat oefenspringen? Alles is heel laag, 40 centimeter. Ik ga kijken voor je. Daar is het. Ja, het is allemaal. Kom maar, je mag erop. Tess gaat de bak in. Eerst een draad is heel goed. Blijf zitten. Kom iets met been. Kom. Ja, uitstekend. Ja, niet harder dan dit. Daar hou iets tegen. Uitstekend. Ja, kijken naar je volgende hinderlicht. Blijf zitten en kom maar iets met been. Uitstekend. Zo, heb je iets opvangen nou? Super! Het was 4. Die roze. Zou je tegenhouden daar? Ja, dat red ik niet meer. Uitstekend. Klein beetje opvangen, want dan gaat te hard. Uitstekend! Ik vind het eigenlijk verbazendwekkend goed gaan. Ja, maar dat heb je als je elke week lest. Ik zweer het. Zo, mooi in het midden aansturen, hè? Kom maar. Zo ja. Zitten weer. Iets tegenhouden. Mooi zinnen. Zondagochtend en ik zit op de fiets. Het gebeurt niet vaak, eigenlijk nooit. Nee, helemaal nooit. Samen met Tess. Want we gaan naar de manege, maar Rick en Alvin hebben de auto nodig, dus wij zijn op de fiets. Ja. Buiten dat is het belangrijk om voldoende te bewegen en hoewel ik fietsen haat. Dat heeft nu heel de straat gehoord. heb ik besloten dat ik me misschien daar niet zo over aan moet stellen. Het is niet eenvoudig, maar we gaan dus naar de manege. Nou, daar zijn we en vandaag gaat ons Kimmetje met Verona weer in de BB starten voor het eerst in zo'n lange tijd, dus dat is super gaaf. Ik zie haar al helemaal daar in de verte, dus we gaan even bij haar kijken en ik heb het fiets nog overleefd. Hetzelfde op een parcours als gisteren Tessa oefenspringen gedaan heeft. Vandaag gaat Kim dus for real. De nummers zijn een beetje veranderd, maar voor de rest staan die in en is ze nog waar ze stonden. Inmiddels zit Kim erop, ik was er niet bij, maar ze is toch op paard gekomen op een of andere manier en ze heeft zelfs knotjes gemaakt. Dus één is eruit gegaan, dus ik krijg minder stijlpunten, maar goed. Gaat goed? Zin in? Ja. Nou, dat is alvast wat, die heukroon. Vast wel. Tess is druk aan het oefenen. Gaat goed? Goed zo. Nu springen, zoals jullie net gezien hebben van Kim. Dus Tess is lekker binnen aan het rijden in een compleet schoon, nieuw gesleepte bak. Dus dat is ook wel lekker. Vandaag is dinsdag en we gaan lekker rijden. Die Rots is vanmorgen geweest. En die heeft Verona nog even een kuur gegeven. Ik krijg ook wat puffertjes voor andere momenten. En hopelijk gaat het nu weer beter. Nou, Bel en Tess gaan gewoon goed. Die zijn aan het zamelen. En die gaat lekker rijden. Dus ik zal zo even kijken of ik nog wat kan nemen. Stapte ze keihard naar achter. Dus ze deed een soort van de moonwalk. En daarna dacht ze dat het een krokodil was. Oké. En je was even de pas de deux aan het oefenen die Kim gemaakt heeft? Ja, ik heb een slang van drie bogen. Ik heb in galop EBE de volte gedaan. En ja. Goed bezig, kind. Dus lekker rijden. Nou, wij zitten er ook op. Ik ga even de andere. Ik ga daar rijden hoor. Ik ga niet rijden. Dat is me veel te druk. Hoezo? Ja, hoezo? Drie man in een bak, terwijl daar allemaal vrij is. Tess die was even in de manege buiten baan aan het rijden. Ik ga gewoon op springveld rijden. Meer ruimte. Dus Tess is lekker daar bezig. En ik ga hier even rijden. En ik heb zelfs mijn vest uitgetrokken, want ik heb het gewoon warm. Dus dat is wel iets lekker. Hallo, ik ga vandaag naar kamp. En vanwege ik deze wantie aan heb, dat komt omdat wij een thema
school met, nou, verkleed mag je dan naar school. Hierop heb ik wel gewone kleding aan. En dan kom je op. Dan moet mijn moeder weer missen. Ja, dat is wel jammer, want nu ben ik dus alleen. De Kim die gaat woensdag en donderdag in ieder geval belletje even doen. En ja, dan moeten we even zonder Tess, want die gaat naar Stay OK in Dordrecht, begreep ik. Ja. Dus ik ben heel benieuwd hoe je het gaat vinden. En we moeten ons maar weer redden zonder jou. Ja, het wordt vast heel leuk, hè meis? Ja. We gaan nu even de paardjes buiten zetten. In mijn onesie. En het regent, dus ik heb maar mijn capuchon opgedaan. Precies. Ik moet mijn medicijn even aan Verona geven. En dan kunnen ze naar buiten. Hoewel het regent, dus ik hoop dat ze naar buiten mogen. Want ons land wordt altijd gelijk heel erg drassig en nat. Ja. En dan mogen ze niet naar buiten. Want dan lopen ze het hele land kapot. Dan heeft niemand het aan. Maar goed, ik hoop dat ze nog even naar buiten kunnen. Nou, dat hoop ik ook. Zullen we het er maar even gaan doen? Doen. Zo, ons testje is op kamp. Kim gaat zo meteen met Bel springen. En ik ga ook springen met Verona. Die hoest wel, maar die heeft inmiddels medicijnen. Dus dan wordt dat verbeterd, hoop ik. Dus ik ga nog eventjes in de trailer wat spulletjes pakken. En dan ga ik aan de slag. Bel, daar ben je dan. En vandaag moet je springen met... Hey. Kim, dat is even een andere koek, meisje. Dat wordt niet meer zo... Ik heb maar even gisteren een tijdje dus wat rustig gegeten. En toen was het ineens al 6 uur. Oh, maar jij moet om 6:30, toch? Ja. Nou, je moet even losrijden. Helaas kan ik niet filmen. Maar goed, ik ben wel heel benieuwd. Nou, Veron die denkt om een of andere reden dat ik iets in mijn zak heb. Ja, een camera. Kijk maar. Maar dan bedelen. Ik heb niks. Echt nu. Nee. Ik ga de deken voor Bel halen. Want het wordt koud vannacht. En dan wil je natuurlijk dat ze het niet te koud heeft. En ik wil ook niet dat ze in de wintervacht heel erg schiet. En dat ze dan een balletje vol wordt. Ze moet natuurlijk ook wel weer geschoren worden dan. Dus ik gooi gewoon even de deken op. Die is van plus 15 tot min 20 of zo. Ik weet niet precies. Maar aangezien het vannacht 9 graden wordt, zal het vast goed komen. Zo, voor Bel heb ik er power turnout. Door is die. En, dat was mijn hoofd. Dus dan, vannacht wordt iets van 9 graden. En wat ik zeg, ik wil niet dat ze in het haar schiet. Dus dan gaat die op. Ik heb hem zonder nek, ik heb hem ook net met nek. Maar ze moet ook nog gewoon ademhalen. Dus voor mij hoeft dat niet. Dus die gaat straks op. En ja, dan ga ik maar zadelen. Het is wel gek zonder Tess. Stil ook. Niet 85 keer mama. Maar ook minder gezellig natuurlijk. Vandaag is donderdag. Tess is nog steeds op kamp. Dus ik moet het eventjes alleen... Nou, Tess is nog steeds op kamp. Maar gelukkig gaan Kim en Christine mee. Want er is een bruiloft voor één dag. Van Tessa. Niet mijn Tessa natuurlijk, maar een andere Tessa. En die wil heel graag dat zij met paarden op de foto gaat. Nou ja, wij hebben paarden. En dit doen we natuurlijk niet altijd. Maar dit is een speciale gelegenheid. Het is iemand van de WOS. Dat is de plaatselijke televisiezender hier. En die heeft binnen een week geregeld dat ze kon trouwen voor één dag. Nou, dat is met een bruidsjurk en allerlei bedrijven die leggen dat, of die geven dat ter beschikking. En nu gaan wij dus naar Slavenzanden, naar de WOS, om de paarden mee te laten doen aan een fotoshoot voor een bruiloft voor één dag. Best spannend. Oh, is dat heen, ja? Nee, ja, ik ben niet met hem geweest. Ah, oké. Okay. Heb ik even 2 mandarijns gegeven. Dus die is blij met je? Die is blij met me. Nu ging ik even bij deze kijken. Hallo paard! Kim is al bezig. Ze moeten natuurlijk wel netjes uitzien als je gaat trouwen. Dan ga jij niet trouwen, maar die mevrouw. Dus nou, dan ga ik zo maar poetsen en wassen. Ik hoop dat die mevrouw ook best heeft. Ja, zeker. Zo, ons Kimmetje die heeft goed geschoren en gepoetst. Ik heb... tegenlicht. Ik heb gewassen. Kim heeft nog vlechten in de staarten gemaakt. De hoefjes zijn gelakt, daarom staan ze hier dus nu op een rijtje, omdat de hoeven even moeten drogen, anders komt er allemaal vlas op.
Dus, paardjes, jullie zijn er bijna klaar voor. Onze halsters, de mooie halsters, die hangen klaar. Tadaa! Dus dan kunnen we straks de trailer in. Zo, de dames zijn klaar. Dus ze gaan de trailer in. Die staat ook klaar. Kunnen ze zo meteen nog even lekker eten. Er zit nog hooi in. En daar komen ze. Daar is Bel. Goed zo, Bel. Is dit Bel? Dit is Bel. Bijna goed, andere kant. Eén kant. Ze is echt weer... In mijn trailer zitten ze aan twee kanten. Ja. Oké. Nu is het wel moeilijk, want nu staat Bel er al in. En moet Verona er nog in en dan moet je er onderdoor. Daar komt Verona. En deze moet er nog dicht. Oh ja, ook wel. Kan je die pony bij het schoolbruis staan? Ja, het is een brave pony. Ja, je bent deze kun je gewoon helemaal alleen in de trailer zetten. Dat is ook de bedoeling. Komt u maar. Komt u eet maar. Oh. Ja, dat zou ik ook zeggen, want we moeten onder die balk door. Zo, daar is de tweede. Hallo, paard. Zo. Ben je maar iets te... Staat hij niet op de hoge? Dan staat hij nog op Henja's maat. Dan moeten we hem even omwisselen. Ja, zij stormt eruit, hè? Even wachten hoor, Kim. Ik kan dus niet filmen en een vlecht eruit halen tegelijk, hè? Dat snappen jullie ook wel, aan die kant van het scherm. Ja? Ja. En dan komen de billen van Bella. Zo. Wil je mooie hoefijzer afdrukken in de auto? Ook leuk. Gaan we ernaar. Nee. Doet Bill het goed? Ja, dat zou gewoon maar kunnen. Ja, ze staat goed. Wil je Bel er nog naast, de kleine? Ja, dat is... Wil jij oplopen, Kim? Wat doe je haar niet? Dan kan het even zo erbij. Ja, dan moet je even om de auto's heen. Anders komen die hier tussendoor. Het lukt dan wel. Hier tussendoor. Wat is ze braaf, joh. Ja, ik moet ook maar even... Goed, hè? Oké, sorry hoor. Bella. Nou, we hebben een bruidspaar, we hebben een paar. Jeetje. Ja, we hebben van alles, hoor. Bel.
Hoi. Zo. Nou, heel gedoe. We zijn bij de WOS. Kijk daar. En die maken een film. Kijk daar. En foto's. Daar. Voor trouwen voor één dag. Dus zullen we zo eventjes gaan vragen hoe het nou precies zit. Maar het gaat goed. Dus dat is fijn. Hey, wat leuk! Nou, deze meneer is toch even bezig. Nou, willen jullie misschien even voor ons vertellen wat het nou precies is? Ja, dat gaan we vertellen. Heel fijn. Wij gaan trouwen voor één dag. En dat is mogelijk gemaakt doordat ik een wens mocht indienen bij de WOS. Ja? Wij kunnen niet trouwen omdat we co-ouderschap hebben. En dan bepaalt de rechter, zeg maar, dat je niet te ver uit elkaar mag wonen in verband met je ex en je kinderen, zeg maar. En jullie hebben het mede mogelijk gemaakt dat wij een prachtige dag krijgen. Dus dat we met een paardje op de foto mogen. En maar het is dus voor één dag? Het is voor één dag. Oh. We mogen niet voor altijd trouwen. Zouden we dat wel heel graag willen. Maar goed, dat komt er ooit een keer. Ooit een keer. Ooit. Als de kinderen wat ouder zijn. Ja, dat duurt nog 15 jaar of zo, weet je. Als we oud hebben versleten. Maakt niet uit. Dan was het echt de liefde, toch? Maar goed, nu hebben we de dag van ons leven die we mogen beleven, mede dankzij jullie. Ja, super. Dus dan weten jullie dat, je kunt trouwen voor één dag. Ik wil nog één keertje naar jullie goed naar mij kijken. Kijk, oh, de fotograaf is overbelicht. Kijk, één keer goed kijken. U bent nog klaar? Je hebt geen contact. Top, nou dan hebben we hem. Ja, ga je er nog mee lopen? Leuk! Mag hoor Kim, je mag daar tussendoor. Even tussen de mensen rollen. Brave Bel! En oom. En brave Roon. Jullie zijn klaar met hun? Ja! Iets anders? Helemaal goed hoor. Nou, super. Kan dat? Hij is goed. Als je er maar niet op gaat zitten zonder cap, vind ik het best. Oké, ja. Nee, was super. Ja. Nou, heel erg bedankt. Gedaan. En super, dan doe je. Heel erg bedankt voor alles. Oh, sorry. Ik was nog aan het filmen. Maar graag gedaan. Hey, super. Dank je wel. Fijne dag nog. Dank je wel. Nou, dat was het alweer. Gaat Rebecca met Verona. Gaan we weer richting de trailer. Kim die neemt de korte weg. Die gaat tussen de autootjes en de mensen door. Nou, veel plezier allemaal jullie hier vandaag. Ja, leuk dat jullie dat gedaan hebben. Kom ze met de baas. Goed gedaan, of Veroon. Ze zijn wel meegaan hier, hè? Dat had ik niet verwacht. Ja, Bel wel, maar Veroon. Met dank aan Recuptex. Ja, misschien wel. Kijk, soms doet ze ook wel wat, hè? Het lijkt altijd alsof zij alleen maar de camera vasthoudt. Maar je ziet het. Soms doet Rebecca ook gewoon wel, doet ze ook wel iets. Nee, niet veel hoor. Niet veel, maar soms. Als het uitkomt. Ja, als het voor de camera is. Nou, kunnen we de baars weer uit. Ik heb hem al half open gedaan, want mijn benen gingen dood. Mag ik hem uitzetten? Ja. Zo, we zijn weer terug. Het was eigenlijk kort maar krachtig. Oh, daar is Kim. En dus de paardjes mogen nu weer op stal en dan gaan we gewoon rijden. Terug naar de gewone dag.